kom geen 70% tegen, maar wat ik wel eens tegenkom, hè, dat ik iets voel. Dat ik denk van, ik voel iets en ik weet niet wat het is. En dan kan ik het naar mezelf betrekken, hè, maar als ik het open laat, dan weet ik het niet precies. En soms gebeurt het dan dat een van de familieleden met me meegaat, hè, om de enveloppen even op te halen. En dan zeggen de mensen, het is niet wat het lijkt. We hebben elkaar al 6 jaar niet meer gesproken en nu zijn we hier bij elkaar. En het is best wel spannend om de uitvaart van onze moeder voor te bereiden. Ik werk 31 jaar als uitvaartverzorger, dat het steeds meer wordt en erger wordt. Mensen zijn gevoeliger, prikkelbaarder. Ik weet niet wat het is, maar het valt mij wel op. We zeggen wel eens tegen elkaar van, zou het toch fijn zijn als we een keer naar een familie gaan waar niks aan de hand is. Soms is het gewoon goed om vooraf tegen de familie te zeggen, mensen parkeren het probleem. En soms kunnen de mensen dat niet. Maar belangrijk is dat je geen onderdeel wordt van het conflict. Ja, we hebben wel eens een conflict gehad. Ja, meerdere. Ja. 112 bellen. Als het echt heel heftig wordt. En dat is gebeurd. Of de ene helft van de familie in de tuin en de andere nog even in de woonkamer. Maar zorg voor jezelf daarin. Echt voor jezelf zorgen. Ik kan me goed voorstellen dat mensen, of families of mensen überhaupt, dat ze vinden dat er iemand niet genodigd moet zijn of dat iemand niet gewenst is. En, even met familieruzies, ook als je denkt dat er geweld geweest is in een familie, dat er misbruik is geweest in een familie, dat je iemand niet meer onder ogen wil komen op de meest kwetsbare momenten van je leven, kan ik me levendig voorstellen.